Gebruik je JORT Starter, dan stuur je alleen facturen met JORT en markeer je zelf handmatig een factuur als betaald. Zo weet je precies welke facturen je nog moet herinneren. Ik laat je zien hoe je dit doet. Gebruik je JORT Starter, dan is je bankrekening niet gekoppeld en komen er geen bij- en afschrijvingen in je administratie. JORT weet dan niet of je klant betaald heeft. Heb je geld van je klant ontvangen, dan markeer je zelf de factuur als betaald. Ga naar Facturen en offertes links in het hoofdmenu. En klik op Facturen. Je ziet nu je verstuurde facturen. Klik in de lijst op de factuur die je op betaald wilt zetten. Klik op Alle opties en kies Markeren als betaald. Voor de factuur komt nu een groen vinkje te staan. Stuur je een iDeal betaling mee met je factuur en gebruikt je klant deze om de factuur te betalen? Dan zet je automatisch de factuur voor je op betaald. Een ID-link meesturen kan alleen wanneer je Molly-rekening aan Jort is gekoppeld. Heb je een factuur ten onrechte op betaald gezet, dan kun je dit ook weer ongedaan maken. Ga naar de factuur en klik erop. Kies Toon meer en kies dan voor Markeren als niet betaald. De factuur staat nu weer bij de onbetaalde facturen. En betaalt je klant te laat of vergeet je de factuur als betaald te markeren? Dan wordt deze getoond als een nog te herinneren factuur.